Hallo en welkom bij de dierentuin. Het is al bijna ochtend. Zullen we samen de dieren wakker maken? Wakker worden allemaal. Tijd om op te staan. Hallo lieve olifant. Wat zegt de olifant? De olifant trompettert. Eén olifant. Hallo lieve giraf. Tijd om op te staan. Wat zegt de giraf? De giraf ritselt met de blaadjes. Ritsel, ritsel, zegt de giraf. 1, 2, 2 giraffen. Hallo, lieve flamingo. Wakker worden. Wat zegt de flamingo? De flamingo die toetert. Toet, 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 zegt de flamingo. 1, 2, 3. 3 flamingo's. Hallo lieve krokodil. Wakker worden. Tijd om op te staan. Wat zegt de krokodil? Hiss, hiss, zegt de krokodil. Maar meneer krokodil, bent u nog zo moe? Wat een grote gaap. Het is nu echt tijd om wakker te worden. 1, 2, 3, 4. 4 krokodillen. Hallo lieve aap. Wakker worden. Wat zegt de aap? Zegt de aap. Eén, twee, drie, vier, vijf. 5 apen. Hallo lieve pinguïns, tijd om op te staan. Wat zegt de pinguïn? De pinguïn die snatert. Snater, 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 zegt de pinguïn. Wat een goede zwemmers. Heel knap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pinguïns. Hallo lieve zebra. Wakker worden. Wat zegt de zebra? Hihi, zegt de zebra. Eén,
3, 4, 5, 6, 7. 7 zebra's. Hallo, lieve tijger. Wakker worden. Wat zegt de tijger? Grrr, grrr, zegt de tijger. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht. Acht tijgers. Hallo, lieve beer. Tijd om op te staan. Wat zegt de beer? Brom, 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 zegt de beer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 beren. Hallo, lieve leeuw. Wakker worden. Wat zegt de leeuw? Wauw, wauw, zegt de leeuw. Wauw, wauw. Doe maar mee, dat kan jij ook. Wauw. Deze leeuwen zijn nog steeds een beetje moe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 leeuwen. Ik vond het erg leuk dat je er was. En ik zie je graag de volgende keer weer. Dag, tot de volgende keer. Hey, hallo, wat leuk dat je er bent. Vandaag gaan we iets leren over dierengeluiden. Dat doen we in de natuur. We gaan eens kijken bij de dieren in de kou. De dieren zitten verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wie er verstopt zit. Wie kan dat zijn? Ja, heel goed. Het is de pinguïn. Maar hoe ziet een pinguïn er eigenlijk in het echt uit? Dit is een pinguïn. Hij is in de kleuren zwart en wit en kan heel hard zwemmen. Dag, pinguïn! Hier zit weer een dier verstopt. Maar als je goed luistert naar het dierengeluid, kun je vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Heel goed, het is de poolvos. Maar hoe ziet een poolvos er eigenlijk in het echt uit? Dit is de poolvos. Hij heeft een mooie witte vacht. Dag, poolvos. We gaan verder met het volgende dierengeluid. Weer goed luisteren. Wie kan dat zijn? Goed geraden. Het is de walrus. Maar hoe ziet een walrus er eigenlijk in het echt uit?
Dit is een walrus. Het is een groot dier en houdt erg van water. Dag, walrus. Het volgende dier zit verstopt. Eens luisteren naar het dierengeluid. Wie kan dat zijn? Heel goed. Het is de ijsbeer. Maar hoe ziet een ijsbeer er eigenlijk in het echt uit? Dit is een ijsbeer. Hij woont tussen het sneeuw en ijs. Dag, ijsbeer. We gaan verder met het volgende dier dat verstopt zit. Raad je mee? Wie kan dat zijn? Ja, precies. Het is het rendier. Maar hoe ziet een rendier er eigenlijk in het echt uit? Dit is een rendier. Hij heeft een mooi groot gewei op zijn kop. Dag, rendier. Hier zit een leuk dier verstopt. Goed luisteren naar het dierengeluid. Wie kan dat zijn? Heel goed, het is de beluga-walvis. Maar hoe ziet een beluga-walvis er eigenlijk in het echt uit? Dit is een beluga-walvis. Ze is mooi wit en kan hele leuke geluiden maken. Dag, beluga-walvis. We hebben nu alle dierengeluiden gehoord. Weet jij nog welk dier welk geluid maakt? Ja? Nou, laat dan maar eens gauw zien hoe goed jij dit kan. Daar gaan we. Goed luisteren. Welk dier is dit? De pinguïn. Welk dier is dit? De poolvos. Welk dier is dit? De walrus. Welk dier is dit? De ijsbeer. Welk dier is dit? Het rendier. Welk dier is dit? De beluga-walvis. Jij hebt nu alle dierengeluiden goed geraden. En je weet precies welk geluid bij welk dier hoort. Knap van jou! Ik vond het erg leuk dat je er was. En ik zie je graag de volgende keer weer. Dag, tot de volgende keer! Hey, hallo en welkom bij de dierentuin. Het is al bijna ochtend. Zullen we samen de dieren wakker maken? Wakker worden allemaal. Tijd om op te staan. Hallo, lieve kameel.
Wat zegt de kameel? De kameel brult. Brul, 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 brul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kamelen. Hallo, lieve papegaai. Tijd om op te staan. Wat zegt de papegaai? De papegaai kan praten. Hallo, hallo, zegt de papegaai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 papegaaien. Hallo, lief nijlpaard. Wakker worden. Wat zegt het nijlpaard? Het nijlpaard briest en knort. Wat een gek dierengeluid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 nijlpaarden. Hallo, lieve dolfijn. Wakker worden. Tijd om op te staan. Wat zegt de dolfijn? Klik, klik. Klik, klik, zegt de dolfijn. Drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf, dertien, veertien. 14 dolfijnen. Hallo, lief luipaard. Wakker worden. Wat zegt het luipaard? Het luipaard spint. Prrr, prrr, zegt het luipaard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 luipaarden. Hallo, lieve ijsbeer. Tijd om op te staan. Wat zegt de ijsbeer? De ijsbeer die gromt. Grr, 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 zegt de ijsbeer. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ijsberen. Hallo, lieve panda. Wakker worden. Wat zegt de panda? De panda die blaat. Bè, bè, zegt de panda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 panda's. Hallo, lieve hyena. Wakker worden. Wat zegt de hyena? De hyena die lacht. Dat is leuk. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf, dertien, veertien, vijftien, zestien, zeventien, achttien. 18 hyena's. Hallo, lieve kangaroo. Tijd om op te staan. Wat doet de kangaroo? De kangaroo die springt. Spring, 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 doet de kangaroo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 kangaroes. Hallo, lieve walrus. Wakker worden. Wat zegt de walrus? De walrus die fluit. Doe maar mee, dat kan jij ook. Wuu, wuu. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 walrussen. Ik vond het erg leuk dat je er was. En ik zie je graag de volgende keer weer. Dag, tot de volgende keer. Hey, hallo, wat leuk dat je er bent. Vandaag gaan we iets leren over dierengeluiden.
Dat doen we in deze dierentuin. We gaan eens kijken bij de dieren in het park. De dieren zitten verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wie er verstopt zit. Wie kan dat zijn? Ja, heel goed. Het is de panda. Maar hoe ziet een panda er eigenlijk in het echt uit? Dit is een panda. Hij is een grote beer in de kleuren zwart en wit. Dag, panda! Hier zit een groot dier verstopt. Maar als je goed luistert naar het dierengeluid, kun je vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Heel goed. Het is het nijlpaard. Maar hoe ziet een nijlpaard er eigenlijk in het echt uit? Dit is het nijlpaard. Hij heeft grote honger en houdt van lekker eten. Dag, nijlpaard. We gaan verder met het volgende dierengeluid. Weer goed luisteren. Wie kan dat zijn? Goed geraden. Het is de flamingo. Maar hoe ziet een flamingo er eigenlijk in het echt uit? Dit is een flamingo. Flamingo's hebben een mooie roze kleur. Dag, flamingo! Het volgende dier zit verstopt. Eens luisteren naar het dierengeluid. Wie kan dat zijn? Heel goed, het is de krokodil. Maar hoe ziet een krokodil er eigenlijk in het echt uit? Dit zijn twee krokodillen. Ze hebben een lange staart en houden van zwemmen. Dag, krokodil! We gaan verder met het volgende dier dat verstopt zit. Raad je mee? Wie kan dat zijn? Ja, precies, het is de beer. Maar hoe ziet een beer er eigenlijk in het echt uit? Dit is een beer. Hij is heel erg sterk. Dag, beer! Hier zit weer een dier verstopt. Goed luisteren naar het dierengeluid. Wie kan dat zijn? Heel goed, het is de wolf. Maar hoe ziet een wolf er eigenlijk in het echt uit? Dit is een wolf. Hij lijkt wel een beetje op een hond. Dag, wolf! We hebben nu alle dierengeluiden gehoord. Weet jij nog welk dier welk geluid maakt? Ja? Nou, laat dan maar eens gauw zien hoe goed jij dit kan. Daar gaan we. Goed luisteren. Welk dier is dit? De panda. Welk dier is dit? Het nijlpaard. Welk dier is dit? De flamingo. Welk dier is dit? De krokodil.
Welk dier is dit? De beer. Welk dier is dit? De wolf. Jij hebt nu alle dierengeluiden goed geraden. En je weet precies welk geluid bij welk dier hoort. Knap van jou! Ik vond het erg leuk dat je er was. En ik zie je graag de volgende keer weer. Dag, tot de volgende keer! Hey, hallo, wat leuk dat je er bent! Vandaag gaan we van alles over dieren leren. Dat doen we hier, in deze dierentuin. We gaan eens kijken welke dieren hier allemaal wonen. Wacht, ik pak mijn verrekijker er even bij. Zo kunnen we de dieren goed van dichtbij bekijken. Maar hey, ik zie niet alleen dieren. Ik zie ook puzzelstukken. Wat is dat? Er staat een auto op ons te wachten. Met deze auto kunnen we langs de puzzelstukken rijden. Dat is leuk, maar we moeten wel opschieten, want de auto gaat zo vertrekken. Stap maar snel in. Bij de puzzelstukken hoor je straks een dierengeluid. Deze dierengeluiden helpen ons om nog meer over dieren te leren. Ik ben er klaar voor. Jij ook? Kom, dan gaan we samen met deze auto rijden. Ik ben zo benieuwd welk dier er op de puzzel staat. Weet jij het al? Luister maar goed. Hoorde je dat? Laten we de puzzel gaan spelen. Wat is dit voor dier? Een leeuw. Het dier op de puzzel is een leeuw. Laten we nog meer dieren leren. We rijden gauw weer verder. Op naar het tweede puzzelstuk. Weer goed luisteren naar het dierengeluid. Wat zal het zijn? Wat is dit voor dier? Een zebra. Het dier op de puzzel is een zebra. We gaan meteen verder naar het derde puzzelstuk. Hoor jij al een dierengeluid? Ja, ik hoorde het ook. Wat is dit voor dier? Een aap. Het dier op de puzzel is een aap.
We hebben nu al 3 dieren geleerd. We gaan weer door naar het 4e puzzelstuk. Ken jij dat geluid? Wat is dit voor dier? Een olifant. Het dier op de puzzel is een olifant. Jij bent goed in dieren leren, zeg. Kijken of je het volgende dier ook weet. Luister maar weer goed. Wat is dit voor dier? Een neushoorn. Het dier op de puzzel is een neushoorn. Wat een grappige dierengeluiden allemaal. Wat zou het volgende dier kunnen zijn? Wat is dit voor dier? Een tijger. Het dier op de puzzel is een tijger. Zoveel dieren leren. Nou, dan doen we er nog eentje bij. Dat is de laatste. Wat zal dat zijn? Dit dier maakt bijna geen geluid. Je hoort alleen wat bladeren ritselen. Wat is dit voor dier? Een giraf. Het dier op de puzzel is een giraf. Ik vond het erg leuk dat je er was. En ik zie je graag de volgende keer weer. Dag, tot de volgende keer. Hey, hallo, wat leuk dat je er bent. Vandaag gaan we iets leren over dierengeluiden. Dat doen we in deze dierentuin. We gaan eens kijken bij de dieren in het park. De dieren zitten verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wie er verstopt zit. Wie kan dat zijn? Ja, heel goed. Het is de aap. Maar hoe ziet een aap er eigenlijk in het echt uit? Dit is een aap. Hij is lekker aan het smullen. Dag, aap. Hier zit een groot dier verstopt. Maar als je goed luistert naar het dierengeluid, kun je vast wel raden wie dit is.
Wie kan dat zijn? Heel goed, het is de olifant. Maar hoe ziet een olifant er eigenlijk in het echt uit? Dit is de olifant. Hij heeft een lange slurf en grote oren. Dag, olifant. We gaan verder met het volgende dierengeluid. Weer goed luisteren. Wie kan dat zijn? Goed geraden, het is de leeuw. Maar hoe ziet een leeuw er eigenlijk in het echt uit? Dit is een leeuw. Deze leeuw past goed op de kleine leeuwtjes. Dag, leeuw! Het volgende dier zit verstopt. Eens luisteren naar het dierengeluid. Wie kan dat zijn? Heel goed, het is de giraf. Maar hoe ziet een giraf er eigenlijk in het echt uit? Dit is een giraf. Hij heeft een hele lange nek. Zo kan hij goed bij de blaadjes. Dag, giraf! We gaan verder met het volgende dier dat verstopt zit. Raad je mee? Wie kan dat zijn? Ja, precies. Het is de tijger. Maar hoe ziet een tijger er eigenlijk in het echt uit? Dit is een tijger. Hij kan heel goed grommen. Dag, tijger! Hier zit weer een dier verstopt. Goed luisteren naar het dierengeluid. Wie kan dat zijn? Heel goed, het is de zebra. Maar hoe ziet een zebra er eigenlijk in het echt uit? Dit zijn zebra's. Ze kunnen heel hard rennen. Dag, zebra's. We hebben nu alle dierengeluiden gehoord. Weet jij nog welk dier welk geluid maakt? Ja? Nou, laat dan maar eens gauw zien hoe goed jij dit kan. Daar gaan we. Goed luisteren. Welk dier is dit? De aap. Welk dier is dit? De olifant. Welk dier is dit? De leeuw. Welk dier is dit? De giraf. Welk dier is dit? De tijger. Welk dier is dit? De zebra. Jij hebt nu alle dierengeluiden goed geraden. En je weet precies welk geluid bij welk dier hoort. Knap van jou! Ik vond het erg leuk dat je er was. En ik zie je graag de volgende keer weer.
Dag, tot de volgende keer. Hey, hallo, wat leuk dat je er bent. Vandaag gaan we van alles over dieren leren. Dat doen we hier, in deze jungle. We gaan eens kijken welke dieren hier allemaal wonen. Wacht, ik pak mijn verrekijker er even bij. Zo kunnen we de dieren goed van dichtbij bekijken. Maar hey, ik zie niet alleen dieren. Ik zie ook puzzelstukken. Wat is dat? Er staat een auto op ons te wachten. Met deze auto kunnen we langs de puzzelstukken rijden. Dat is leuk, maar we moeten wel opschieten, want de auto gaat zo vertrekken. Stap maar snel in. Bij de puzzelstukken hoor je straks een dierengeluid. Deze dierengeluiden helpen ons om nog meer over dieren te leren. Ik ben er klaar voor. Jij ook? Kom, dan gaan we samen met deze auto rijden. Ik ben zo benieuwd welk dier er op de puzzel staat. Weet jij het al? Luister maar goed. Hoorde je dat? Laten we de puzzel gaan spelen. Wat is dit voor dier? Een panter. Het dier op de puzzel is een panter. Laten we nog meer dieren leren. We rijden gauw weer verder. Op naar het tweede puzzelstuk. Weer goed luisteren naar het dierengeluid. Wat zal het zijn? Wat is dit voor dier? Een papegaai. Het dier op de puzzel is een papegaai. We gaan meteen verder naar het derde puzzelstuk. Hoor jij al een dierengeluid? Ja, ik hoorde het ook. Wat is dit voor dier? Een kikker. Het dier op de puzzel is een kikker. We hebben nu al drie dieren geleerd. We gaan weer door naar het vierde puzzelstuk. Ken jij dat geluid? Wat is dit voor dier?
Een rode panda. Het dier op de puzzel is een rode panda. Jij bent goed in dieren leren, zeg. Kijken of jij het volgende dier ook weet. Dit dier maakt bijna geen geluid. Wat is dit voor dier? Een vlinder. Het dier op de puzzel is een vlinder. Wat een grappige dierengeluiden allemaal. Wat zou het volgende dier kunnen zijn? Wat is dit voor dier? Een toucan. Het dier op de puzzel is een toucan. Zoveel dieren leren. Nou, dan doen we er nog eentje bij. Dat is de laatste. Wat zal dat zijn? Weer goed luisteren naar het dierengeluid. Wat is dit voor dier? Een luiaard. Het dier op de puzzel is een luiaard. Ik vond het erg leuk dat je er was. En ik zie je graag de volgende keer weer. Dag, tot de volgende keer. Hey, hallo, wat leuk dat je er bent. Vandaag gaan we iets leren over dierengeluiden. Dat doen we in de natuur. We gaan eens kijken bij de dieren in de woestijn. De dieren zitten verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wie er verstopt zit. Wie kan dat zijn? Ja, heel goed. Het is het stokstaartje. Maar hoe ziet een stokstaartje er eigenlijk in het echt uit? Dit zijn stokstaartjes. Ze kunnen heel goed rechtop staan en zijn erg nieuwsgierig. Dag, stokstaartje. Hier zit een groot dier verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Ja, precies. Het is de dromedaris. Maar hoe ziet een dromedaris er eigenlijk in het echt uit? Dit is een dromedaris. Hij is heel groot, maar ook erg lief en zacht. Dag, dromedaris. We gaan verder met het volgende dier dat verstopt is. Eens goed luisteren naar het dierengeluid. Wauw. Wauw. Wauw.
Wie kan dat zijn? Ja, knap van jou. Het is een woestijnvos. Maar hoe ziet een woestijnvos er eigenlijk in het echt uit? Dit is een woestijnvos. Ze hebben grote oren en spelen heel graag samen. Dag, woestijnvos. Hier zit weer een dier verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wie er verstopt zit. Wie kan dat zijn? Ja, heel goed. Het is de leguaan. Maar hoe ziet een leguaan er eigenlijk in het echt uit? Dit is een leguaan. Hij heeft een harde huid en een grappige tong. Dag, leguaan. Hier zit een klein dier verstopt. Maar als je goed luistert naar het dierengeluid, kun je vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Ja, heel goed. Het is een mestkever. Maar hoe ziet een mestkever er eigenlijk in het echt uit? Dit zijn mestkevers. Ze zijn hard aan het werk om een grote bal mest te maken. Dag, mestkevers. We gaan verder met het volgende dier dat verstopt zit. Eens goed luisteren naar het dierengeluid. Wie kan dat zijn? Ja, precies. Het is de slang. Maar hoe ziet een slang er eigenlijk in het echt uit? Dit is een slang. Hij schuift over de grond met zijn buik en is heel erg lang. Dag, slang! We hebben nu alle dierengeluiden gehoord. Weet jij nog welk dier welk geluid maakt? Ja? Nou, laat dan maar eens gauw zien hoe goed jij dit kan. Daar gaan we. Goed luisteren. Welk dier is dit? Het stokstaartje. Welk dier is dit? De dromedaris. Nee! Welk dier is dit? De woestijnvos. Nee! Welk dier is dit? De leguaan. Nee! Welk dier is dit? De mestkever. Nee! Welk dier is dit? De slang. Nee! Jij hebt nu alle dierengeluiden goed geraden. En je weet precies welk geluid bij welk dier hoort. Knap van jou! Ik vond het erg leuk dat je er was. En ik zie je graag de volgende keer weer. Dag!
Tot de volgende keer!